Mijn naam is Marian Bakker en ik heb een massagepraktijk in Usquert en ik doe darmgezondheidstrajecten en ik werk samen met Roos. Nou, Roos, stel je eens voor. Ja, leuk. Ja, ik ben Roos Dieleman van poepgoed.nl. En inderdaad, ik heb Marjan leren kennen omdat zij een traject bij mij heeft gevolgd en ook nog de opleiding heeft gedaan. Helemaal tof. Dus we hebben een prachtig mooie samenwerking. Misschien kun je er iets over vertellen, Marjan, hoe jij er toen in aanraking met mij gekomen bent. Ik had vanaf de eerste zwangerschap enorme buikklachten. Een hele traject, ik ga het niet allemaal uitleggen, maar een heel traject in het ziekenhuis gedaan. En er kwam uiteraard helemaal niks uit. Ik moest er maar mee leren leven. En nou ja, prikkelbare darmsyndroom. Uiteindelijk had ik een klant hier op tafel liggen. Waarvan ik zei, ja, ik heb gewoon iemand nodig die mij helpt. Die mij vertelt van wat ik wel of niet kan eten. Want dat het met voeding te maken had, dat wist ik. Dat had ik al wel zelf kunnen bedenken. En toen zei ze, ik weet iemand en dat is Roos. Ik zei, nou, vertel op, wie is dat? Ik heb contact met jou genomen. Nou, en de rest is wat dat betreft geschiedenis. Ik ben bij jou het traject gaan doen. En op die manier zijn we in contact gekomen. En ik ben van mijn darmklachten af. Dus dat is voor mij ook de enorme trigger geweest. Dat ik dacht van, ja, hier wil ik gewoon heel veel van weten. En op die manier ben ik ook de orthomoleculaire opleiding gaan doen. Ik ben bij jou ik heb me ook gespecialiseerd in darmgezondheid. Ik heb bij jou de opleiding gevolgd. Dus dat is ja, super tof om op die manier samen te werken. Ja. En weet je wat ook het grappig was? Marjan had een traject gevolgd. En toen, ze had me natuurlijk wel eens verteld over de massageklanten en zo. En toen zei ik tegen haar van, ja, is het niet super gaaf dat jij ook gaat werken met de omega-3 waar ik mee werk? Want dat is volgens mij echt fantastisch om dat ook bij jouw klanten in te zetten. En toen zat je nog even zo te kijken, hoezo dan? En uiteindelijk, ja, toen ben je het toch gaan proberen, hè? Je bent er toch uiteindelijk iets mee gaan doen. Kun je er iets over vertellen? Ja, klopt. Ik gebruikte het natuurlijk zelf al, omdat ik in het darmgezondheidstraject zat. Dus ik gebruikte de olie en ik ging er eigenlijk heel erg goed op. En toen zei jij dat van, nou, waarom probeer je dat niet? Ik was ook in andere supplementen inmiddels gaan gebruiken, om mijn klanten daarmee ook zo goed mogelijk te kunnen helpen. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat gewoon doen, want het is een fantastisch product, is een heel hoogwaardig product en het heeft testbeesten, dus je kunt mensen ook testen en dat maakt het natuurlijk ook heel duidelijk voor de klant. En met massages help ik de klant natuurlijk goed door het masseren en ik zeg ook altijd van als ze klachten hebben waar de meeste mensen hiervoor komen, dan ga ik door massage, cupping, maak ik eigenlijk een soort ontsteking op die plek waar de klacht is, zodat daar ons immuunsysteem aan het werk gaat om die knoop weer op te ruimen. En omega-3 kan daar enorm in ondersteunen. Want als je dan op celniveau gezond is, dat is wat omega-3 bewerkstelligt, dan zul je ook zien dat je veel sneller herstelt. Ja, Dus dat geweldig. is, ja, en daar werk ik nou ruim, ik denk 2 of 3 jaar mee. Ja. En ja, dat werkt gewoon fantastisch. En leuk dat je inderdaad gewoon toen nog een beetje sceptisch was en je bent het gaan inzetten. En je ziet zulke gave resultaten. Kun je er iets over vertellen van wat je dan bijvoorbeeld gemerkt hebt? Wat je de klanten eigenlijk extra kunnen aanbieden? Nou, wat je natuurlijk in je praktijk heel vaak ziet, mensen komen met grote regelmaat, dus iedere 4 weken, iedere 6 weken. En dat ik dan hoor van, ja, vorige keer heb je mijn schouder geholpen, maar ja, het zit nu links onderin. Hè, bah, ik val van het een in het ander. Of Typisch. ja, typisch ook dingen van, ik ben alweer verkouden, hoofdpijnklachten. Nou ja, al dat soort klachten, dan denk ik, ja, die mensen hebben gewoon laaggradige ontstekingen. En door vooral dit testje ook te doen met de klant, en dat is zo'n omega-3 testje, bloedtestje, vingerprikje, paar druppeltjes bloed op een kaartje doen. Dat gaat naar een onafhankelijk laboratorium en dan kun je dus laten testen wat de waarden zijn. Ja. En 5 maanden gebruik kun je dan de hertest doen. En dat geeft zoveel inzicht. Ja. En het mooie is dat je gewoon prachtige resultaten krijgt. Dat mensen meer energie krijgen, minder klachten in spieren en gewrichten. Ook sporters, hè, na het sporten veel sneller herstellen, Ja. minder spierklachten. Ja, dat zijn gewoon geweldige resultaten. Ja, dat is toch super. Weet je, en je zei ook van, ik zou het ook heel erg leuk vinden om juist met meerdere massagepraktijken samen te werken. Hè? Want je zegt van, ja, je hebt nu ook zoveel kennis gekregen over die darmen, over het feit dat het lichaam een systeem is.
Ja. Zei, ik zou het ook leuk vinden om andere mensen daarin te helpen, te begeleiden. En wat nog los van het feit dat je dus zulke gave resultaten geboekt hebt, heb je jezelf ook nog een cadeautje gedaan. Laat het niet Ja. vergeten. Nee, ja, absoluut. Kijk, inderdaad, je hele lichaam is een systeem. Waarom is er een gewrichtsklacht en waarom zijn er spierklachten? Ja. Je ziet heel veel dingen weer terugkomen dat allemaal vanuit je darmen komt. Dus dat is, ja, prachtig mooi cirkel, zeg maar, om dat allemaal toe te passen. En inderdaad, dat je de klant optimaal kan helpen. Ja, is het voor je business ook nog heel erg interessant om een extra, ja, geldstroom te krijgen. Ja, In de rekening. geweldig. Ja, dus je zou het eigenlijk heel leuk vinden om met meerdere massagepraktijken te werken, masseuses te werken. Want Ja. weet je, uiteindelijk is dat onze samenwerking, daar genieten we ook super van. Hè? We helpen elkaar continu en jij zou het ook zo super leuk vinden om andere mensen te helpen. Dus mocht jij nou denken van, hé, maar dit is wel super gaaf. Ik zou dat ook wel willen, deze extra tool leren in te zetten. Jij kan het natuurlijk super goed aangeven bij wie het wel inzet, bij wie het niet inzet. Dus Ja. voel je inderdaad dat je denkt van, hé, dit wil ik iets meer over weten. Neem dan even contact met Marjan, want dan kunnen we kijken, of kan zij kijken, want dat moeten ze zelf bepalen. Of inderdaad jullie een leuke connectie zijn. En of je elkaar inderdaad dat gevoel van ik ben niet alleen. En wat je ook wel eens omschrijft. Dat je Ja. dat gewoon, ja, dat je echt kunt Ja. samenwerken. Want dat is voor jou volgens mij ook echt een meerwaarde. Je zegt nu heb ik echt dat ik echt samenwerk met mensen. Hè? Ja, dat vind ik echt een enorme pluspunt. In je massagepraktijk ja, ben ik hier altijd alleen. Natuurlijk met klanten. Maar om op dezelfde niveau met de mensen samen te praten over casussen of hoe los je dit op. Ja, daar krijg ik echt heel veel energie van. En dat vind ik superleuk. Net als dat wij ook samenwerken om onze darmgezondheidstrajecten. En om af en toe even te bomen van, goh, hoe pak jij dat aan? Hoe kunnen we dat doen? Ja. Ja, ik vind het ook superleuk om dat met andere massagepraktijken en andere masseurs te gaan doen. Ja. Dus ja, lijkt jou dat nou superleuk? Neem dan inderdaad contact op. Helemaal leuk. Nou, geweldig. Gaan we maar sluiten. Doei doeg. Ja, doeg!